Zila boy, jongen, ego, broer, gepiepen, boei me geen moer. Boost me op toe, we liggen op koers, 14 veetjes van de vloer. Zie we loeren met jou van niks uit te voeren. Surinaams, Peruaans, Alana, mijn broeder, spontaan doorgaan, steeds cooler. Ben gebeloed, wat doms gedaan, moet naar spoeden. Haha, oot 7 voor die kracht, want ik wacht op het 8e uur straks. Shit uitgebracht, ben op zwaartekracht, want ik fly. Geen kwellen, maar een kei. Geen niets, nut, val niet in put. Ik benut het, want het is lauw. Zeg die shit uit mijn mouw. Ja, ja, what up iedereen, welkom. We zijn hier bij podcast Might Be. En het is de eerste keer dat we dit gaan doen. Dus Might Be, ook the last one. Maar we gaan er gewoon wat tofs van maken. We hadden al een tijdje op de planning staan dat we een podcast wouden doen. Maar je weet hoe die tijden gaan. We hebben hele mooie dingen gedaan dit jaar. Maar nu gaan we het toch gewoon uiteindelijk toch wel doen. En we zijn hier met... Alano. En we zijn hier met... Jesse, en wat hebben wij? We hebben grote plannen, wat gaan wij doen? Ja, maar we zijn bezig met een nummertje, sowieso. Best mooi nummertje, moet ik het zelf zeggen. En we hopen dat het goed gaat. Ja, gaat zeker wat tofs worden. En in ieder geval, we zijn hier in een gallery. What's happening here, gallery? En thanks, shout-out naar jullie natuurlijk dat we hier mogen zijn. Maar er hangt hier heel veel kunst natuurlijk, maar hangt hier ook naaktkunst. Wat vinden jullie hiervan? Ja, mensen houden daarvan natuurlijk, hè? Ja. Alano? Ja, het is kunst. Ja? Moet je naar me kijken, ja. Ja, jij zou denk ik wel heel lang naar blijven kijken? Nee. Ik plaag je maar. Maar voor de rest, komen jullie soms wel, bekijken jullie soms wel kunst en zo? Gaan jullie soms naar museums toe? Ik moet heel erg zeggen, ik ben nog nooit in een museum geweest. Maar ja, ik heb thuis natuurlijk wel wat schilderijen en zo hangen. Ja. En op zich natuurlijk rap en muziek. Hip-hop is natuurlijk ook kunst en zo. Dat sowieso. Ja. Dat is de kunst waar ik natuurlijk van hou. Maar de kunst zeg maar, aan de muren en de beelden, ik heb daar niet zo heel veel mee. Ja, dat kan. En Alano, wat heb jij? Ja, soms museum. En, zo. En als jullie nu bijvoorbeeld deze gallery zien, hè, zouden jullie dan vaker naar zo'n gallery gaan? Ik wel, ja. Ja? Ja, het is wel vaak hier. Het is mooi, maar het is niet iets wat mij heel erg aantrekt. Maar ik zou er zeker wel een paar keer heen gaan. Even nog een vraag, hè, want we gaan het natuurlijk ook hebben over hip-hop en zo. Wat vinden jullie nu op dit moment echt een harde pokoe? Ik moet heel eerlijk zeggen, de hardste pokoe nu, hij is oud man, maar hoe heet die? Mentalité van Baby Gang. Ken je die? Ik ken hem zelf niet. Misschien als ik hem hoor dan wel, maar... Jullie thuis moeten hem ook gaan luisteren. Hij is echt hard. Ja. Jullie horen hem. Alan, heb jij nog een hard nummer wat je denkt van dat vind ik wel tof? Niet echt. Ik luister niet vaak muziek. Wel vaak van jou. Maar ik luister niet heel vaak. Altijd goed. Maar jij bent natuurlijk gewoon hard bezig met voetballen en zo. Zeker. En, mooi. Zijn er ook tracks die jullie gewoon... Of gewoon nummers die jullie echt helemaal niet voelen? Dus gewoon... Wat jullie bijvoorbeeld ook geen hip-hop vinden of zo. En dan, dat zeggen ze dan wel. Ik ga heel eerlijk zeggen, het is niet eens liedjes of zo, het zijn gewoon rappers. Gewoon 6ix9ine en gewoon Amerikaans toch? Nederlands heb ik dat niet zo echt. Ja, Femke Louise, maar. Voor de rest heb je dat niet helemaal, snap je? Ja. Nee, maar ik zie heel veel bijvoorbeeld, heel veel. Sommige nummers vind ik wel hard bijvoorbeeld. Maar dat is bijvoorbeeld zeker geen hip-hop of rap of zo. Ja. Gewoon dat van die echt vooral, dat is echt gewoon vooral pop en zo. En dan zeggen ze zelf dat ze hele goede rappers zijn en zo. Ja. Dus daar haak ik meer een beetje aan en zo. En er zijn ook gewoon rappers die gewoon heel goed kunnen rappen, maar dan niet altijd de handigste Zeker. Dingen doen of zo. Dat heb je ook heel vaak. Je hebt, hoe heet hij? Brunson. Brunson, oh, ja, die ken ik. Dat vind ik ook. Het is wel hip-hop toch, maar het is niet zo. Kijk, je kan het niet vergelijken met. Mokromaniac, Yo Silvio. Ja, kan je eens vergelijken? Ik vind op zich wel harde dingen doen. Maar dit is niet mij, het is niet waar ik zo naar luisteren bijvoorbeeld. Juist. En even, want zijn jullie toch met muziek aan het praten. Luister je dan ook andere muzieksoorten dan alleen maar hip-hop? Ja. Ik luister verschillende dingen, man. Ik kan pop, house, hardcore, alles. Ja, want je had het net al over dat je ook house had. Dat je daarmee bezig bent, ja. Ja, zeker. We hadden net al over dat gewoon van die sommige rappers en zo dan opeens op zo'n house beat gaan rappen. Zo, dat komt soms echt, dat pakt soms echt super goed uit. En delivered. Dat is wel heel tof.
En Alano, heb jij nog dat je denkt, dat je, want je zei, je luistert heel veel naar muziek, maar zijn er ook andere muziekdingen waar je dan... Nou, ik kan gewoon alles luisteren. Mij maakt niet zoveel uit. Gewoon verschillende dingen, zo. Ja. En jij was wel laatst volgens mij op zo'n, hoe heet je, dat ene festival vanuit uit Zuidoost, toch? Kwaku. Ja, daar was jij toch laatst. Ja, heel veel muziek, DJ. Eigenlijk moet je even een verhaaltje vertellen wat er toen gebeurde, dat je helemaal waarschuwde. Ja, ik stond tussen heel veel kinderen. Ze gingen springen op mijn voeten, telefoon bijna kwijtgeraakt. Dat kan gebeuren bij festivals. Ja. Als Kwaku dit ziet, de mensen daar. Ja, ik wil graag nog wel, ik zou graag wel willen optreden. Dus het is wel een heel tof feest. Dus ik ben altijd in te huren. Jesse volgens mij ook natuurlijk. Kwaku incoming. Waarom zou ik doen alsof ik een vak geef als ik geen vak geef, maar wel heel veel om een vak geef? Ik gooi die flow, voel me net Jiggy, motherfuck Jay. Voel me ECE als ik met die Mac bij je voordeur kom. Komt je moeder langs, zegt ze, waarom is mijn voordeur gone? Leg het maar uit. Alles wat je hebt opgebouwd is opgegaan in kruid. Gewoon kleine. Ik hoorde ECE hierin. Ja, man. Ja, dat is wel groot, hè? Gewoon man, die ECE, weet je. Yeah. Je hebt die diss track naar Death Row. Weet je die ken? Real motherfucking G's. Die ken ik. Hij heeft het over een Mac, dat is wel een wapen. Ja. En ik dacht gewoon, ja, die gaan we gewoon erin gooien. Nee, maar ECE, dat is wel... Ik heb zo'n... Ken je die Funko Pops? Of die poppetjes met die grote hoofden? Ik heb zo'n poppetje van ECE daarvan. ECE is hard, man. Maar ECE, dat is ook een van die klassiekers van N.W.A. Topeloos, als ik video's post van een young rapper hot like rap, pepper, no, this is shows. Bow to blow up dynamite, flow so right, it's so tight. Give me the mic and spotlight, see me fight in the ring. Heb je nog andere tips aanraden wat mensen moeten luisteren van nummers? Oh, veel man, maar het is maar class en dan veel verschillende soorten hiphop. Kijk, je hebt natuurlijk hard, je hebt snel, je hebt hoe noem je dat? Een soort emo hiphop, weet je wel. Maar als aanraders, sowieso Silla Boy daaraan luisteren. Baby Gang, wat hebben we nog meer? En wat vind je dan specifiek heel tof van dit? Ah, Baby Gang? Ja. Het is Italiaans. Ja. Ik fok heel erg met buitenlandse muziek. Frans, Duits, Duits. Ook om die taal gewoon ook heel mooi is meestal. Ja. Ik versta helemaal niks van wat hij zegt, maar het klinkt gewoon hard. Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld zo'n rapper uit Amerika, uit Kentucky. Jack Harlow, dat is misschien ken je die wel. Ja. Maar die vind ik bijvoorbeeld echt hard. En die gewoon, hoe hij float of zo. Dat is, daar, ik kan nog veel van hem leren. Ja, en, hij is goed. Dat vind ik wel heel erg hard en zo. En ik heb gewoon heel veel verschillende dingen op mijn playlist staan. Ook soms een klein beetje pop hier en daar. En, maar... Moet je Tyler the Creator luisteren. Ja, precies. En maar bijvoorbeeld, ik had het net ook al met jou over Doofu. Doofu met een duivenmasker op. Ik vind hem ook echt super hard. Ja. En daar kijk ik ook wel heel erg naar op en zo. Ja, shout-out naar Doofu zeker. Wie ik ook wel heel erg hard vind, is je hebt bijvoorbeeld gewoon Amerikaanse rap, maar dan echt de oldschool versies. Dus als je kijkt naar Tupac, Rakim, Nas, N.W.A. Dat zijn gewoon die klassiekers waar ik ben mee opgegroeid. Gewoon waar mijn vader het al van het begin al heeft laten horen. Wu-Tang, dat is een hiphopgroep van vroeger. Dat is wel echt een van de hardste. En ik denk dat wel de grootste rappers zijn waar je dan echt wel het meest tegen opkijkt en zo. We gaan hier natuurlijk ook altijd over cultuur hebben. En daar hoort natuurlijk ook eten bij. Ja, hij kijkt al zo van... want ik weet... Hoe heet het? Ik ben half Nepalees en ik hou heel erg van pittig eten. Jij volgens mij iets minder. Nee, ik iets minder, ja. Maar wat eet jij? Wat eet jij wat echt heel graag en zo? Bami kip. Bami kip. En maken je ouders dat dan? Ja, meestal min wel. En dus, hoe is het ook weer? Bruine bonen. Dat maken we ouders ook wel vaak. Ik vind het lekker met banaan. En dat is, van welk land komt dat dan? Suriname. En Jesse, kan jij een beetje pittig eten? Ja, jawel. En wat eet jij dan vaak thuis of zo? Weet je, roti van verschillende landen. Gewoon uit Maleisië in mijn eigen land. En van Suriname. Ik weet niet precies hoe het heet, maar het is met bonen en rijst en hele hete kip. Maar ik weet niet precies hoe het heet. Yeah. Dat zijn wel de dingen die ik vaak eet, man. Sowieso pittig altijd. En jullie kennen toch wel die bulldognoedels met die hele pittige? Ik heb dat vanochtend nog gegeten. Ja, maar wat vinden jullie daar dan van? Ik vind ze wel lekker, man. Sommige smaken.
Ja. Die met kaas vind ik niet lekker. Ik vind zelf eigenlijk, ik heb er ongeveer bijna allemaal een beetje geprobeerd. Misschien mis ik een paar. Maar ik vind ze eigenlijk, het is een beetje te pittig of zo. Hoe heet het, die roze is wel lekker. Het overheerst heel erg. Ja, maar het is gewoon, het is ook echt veel saus. Gewoon bij andere noedels hebben ze gewoon, kunnen ook heel pittig zijn. Maar dan hebben ze gewoon, hoe noem je dat, dat ze dan niet te veel van die saus hebben, maar zij hebben echt extreem. Maar ik had het laatst nog gegeten en dan elke keer wanneer ik dan klaar ben met eten, dan weet ik weer hoe slecht het eigenlijk en hoe niet lekker ik het vond en zo. Dus ik vind dat gewoon, het is niet echt goede pittigheid of zo, snap je? Nee, het overheerst. Bijvoorbeeld, het is te veel. Ik maak zelf altijd hot chicken wings of gewoon kippenpootjes en zo. En die had jij wel gegeten, toch? Ja. Die maak ik dan zelf altijd. En dat hou ik wel gewoon op een normaal pittigheid niveau. Het kan soms ook wel echt super pittig zijn, maar dan is het nog wel lekker of zo, snap je? Ja. Ik probeer niet te zeggen dat ik de beste kok ben of zo. Want dat is ook. Kippenpootjes, dat is ook het enige wat ik maak. Soms ei of zoiets, maar dat kan iedereen wel. Maar maken jullie zelf nog wel etens? Ja, ik kan wel koken. Wat kook je dan bijvoorbeeld? Ik kan nasi maken, van mijn moeder geleerd. Roti. Ik kan Maleisische roti maken, niet de Surinaamse roti. Dat is toch anders. Dat kan ik maken. Wat is er anders dan? In Suriname hebben we natuurlijk andere dingen die ze vaak eten. In Suriname is het aardappel, bonen en kip volgens mij alleen. In Maleisië heb je aardappel, kip, rijst en nog allemaal andere dingen. En dat dan met zo'n soort pannenkoek, weet je wel. Alleen daar kan je ook verschillende soorten roti. Je kan roti als in gewoon letterlijk alleen dat pannenkoekje en een soort gecondenseerde melk. Dat is ook roti daar. En je kan roti zonder die rijst en zo nemen, weet je. Gewoon hetzelfde als in Suriname. Ik weet wel van Nepalees eten best wel pittig. Maar ik weet bijvoorbeeld Thailand is wel echt misschien nog een ander niveau. Misschien Nepalees hebben natuurlijk kunnen altijd nog pittig eten. Maar Thailand weet ik wel van. Ik was een keer bij zo'n Thaise restaurant geweest van vrienden. En dat was wel echt pittig. En ik hoorde ook van hun, toen in Thailand waren ze geweest. En toen was daar een KFC. Maar die KFC was super veel pittiger dan in Nederland. Dat is waar. Dus dat is wel zo grappig. Altijd die fastfood restaurants en zo, die pasten zich dan ook aan het land en zo. Dat is wel grappig om te zien. Ja. En Alano, kan jij een beetje zelf koken? Ja, Surinaams eten niet echt, maar ik wil gewoon pasta maken, ja. Noedels in een pan gooien, ei. Ei. En ja, want ik weet, pasta is je lievelingseten, toch? Ja. En waarom pasta dan? Italiaanse ei? Het betovert me een beetje gewoon. Mooi. Nou, maar tof dat iedereen gewoon lekker kan koken en zo. Volgens mij, meisjes willen dat ook altijd, dat een man kan koken. Daarom, toch? Ja. Komt grappen maken aan, waar komt die energy vandaan? Broodje hagelslag, let you know. We doen best voor fans als fans, maar brood lichtshows met infrarood. Let's go, als horror zo groot. Hagelslag voor de flow. Hagelslag. Ja, hagelslag. Hagelslag, geef me kracht. Weet dat het zoet is, maar dat mag. Hagelslag. Ja, dan gaan we nog een maakt niet uit. Ik praat wel weer, hoor. Ja. Oké. Veel beter. Ja, veel beter. Top. Mooi. Oké. Okay. Bloopers. Ja, die houden we gewoon in. Hoor. Oh, leuk. Er is weer een nieuwe gast aan tafel geschoven. En we zijn hier vandaag met... Rio de Janeiro. Ik ben street artist en DJ. En we zijn hier vandaag in de What is Happening Here Gallery. Dat was een voormalig bankgebouw. De eigenaren zijn Job Reuten en Joris Jan Reuten. En we zijn hier nu 2 jaar en 8 maanden. Ik ben hier zelf 2,5 jaar. En we zijn nog steeds lekker aan het pompen hier. Het is echt heel erg leuk. Er gebeuren heel veel dingen. We hebben events, we hebben hier achter komt er dan een doek naar beneden. En hebben we hier gewoon 80, 90 mensen zitten. Die zitten naar een oude jaren 70 film te kijken. Een B-kwaliteit, een beetje niet echt bekend. En dan en we hebben hier yoga sessies, we hebben tango avonden, we hebben hier vet events. Happenings heette dat. Ik werk hier als DJ en kunstenaar. Ik ben bijna elke dag aanwezig. Een beetje kunst maken. Ik maak heel veel kunst op straat.
Tof. Heel veel, ik plak heel veel. En dan maak ik het in een studio, spuit ik alles. En dan s'avonds ga ik de straten op om Amsterdam een beetje mooier te maken. Ja. En dan mogen we niet weten van waar die plekken dan zijn. Ja hoor, door de hele stad hang ik. Ik schaam me er niet voor. Ik vertel het tegen iedereen waar ik hang. Ja. Oké. Nou, heel mooi. Het is zeker natuurlijk heel erg mooi uitgepakt natuurlijk. Het is heel erg tof. En zeker heel erg bedankt dat we hier natuurlijk dit hebben mogen doen. Videoclips hebben mogen hebben genomen. En toch allemaal door best wel eigenlijk best wel spontane reden dat dit is gekomen. Omdat ik liep toevallig, was ik in Amsterdam een dagje met mijn vader. Toen liep we hier langs. En toen zag ik wat binnen en toen dacht ik, laten we even kijken. En toen keek ik weer, het was wel een hele mooie indruk. En toen stond heel groot daar op het bord, Dutch Street Art Award. Ja. Toen vroeg mijn vader aan een van die mensen daar, is dat vandaag? En toen zei hij ja. Toen zei hij, oh wat tof. En toen zei ik van, nou, ik ben ook rapper. Toen gaf ik zo'n kaartje. En toen zei hij van, oh, als je dat eerder had gezegd, dan mocht je hier vandaag ook optreden. En toen zei hij van, ja, het zou wel jammer zijn geweest. En toen liep hij dus net weg. En toen rende hij achter ons aan en zei van, hey, maar als jullie toevallig materiaal bij jullie hebben, mogen jullie best wel hier vanavond optreden. En toen hadden we toevallig wat bij ons en toen heb ik mogen optreden. En nu zijn we in contact blijven gekomen en hebben we een videoclip opgenomen. Ja. Dat is een podcast. En dat is heel mooi. En hij is inmiddels gegroeid. Ja. Ja, maar ik vind het echt heel erg tof wat hij doet, weet je wel. Je bent echt lekker bezig. Ja. Goed man. En iedereen was helemaal tevreden. Ja, al die volwassenen hier. Elk jaar hebben ze dat, de Dutch Street Art Awards, of één keer in de zoveel tijd. En dit keer was het dan hier. Ze hebben het een keer in Rotterdam gehouden. Er zijn heel veel artiesten doen eraan mee. Ja, top man. Ja, maar ook heel tof wat jullie dan allemaal organiseren en zo. En het is gewoon super mooi zo wat jullie doen. Dus ja. Complimenten. 35 jaar draai ik al. Ja. Ik ben begonnen met plaatjes en dat soort dingen. Wat voor muziek is dat dan? Op dit moment draai ik alleen zware deep house. Omdat de mensen die hier rondlopen, je kan wel house draaien, elkaar de techno, maar dan komt het niet over. Je moet juist een beetje het gevoel, weet je, heel lekker smooth door die galerie kunnen lopen. Ja. En ik draai nog steeds overal. Oh, ja. You pay, I play. Or spray. Ja. Maar leuk dat ik erbij kon zijn. En ik neem nog een stukje koek. En dan ga ik even DJ hier. Ja, tof. Het gaat je goed. Ja. Niet te groot worden. Nee. Terry, miss a flight to go to Delhi. None of ferry to London, Terry. Oh Terry, bass like Jim, but I don't carry. Oh Terry. Ik ben zeker heel veel bezig, maar ik ben ook leren beats maken, man. Ja, ja. Gewoon independent. Ja, daar op zich, ik ben nog niet met beats bezig en zo. Maar ik heb bijvoorbeeld zo'n drumpad met, waar je dingen kan doen. Ik wil nog wel gaan leren, maar ik ben nu gewoon bezig om lekker veel te schrijven. En bijvoorbeeld, een van mijn producers, Maximiliaan, had laatst weer heel veel beats gestuurd. En een paar hele goeie. Echt ook met allemaal weer gekke deuntjes en zo. En laatst was zo'n nummer van mij opgefokt. Misschien heb je die geluisterd. Zeker, tuurlijk. En Alana zit in die videoclip. in het zwembad. En, maar in ieder geval, iedereen vond, ik kreeg daar allemaal helemaal mooie complimentjes van en zo. Ook voor mij? Zeker mooi gemaakt. Je hebt het zeker mooi gemaakt, man. Ik kreeg allemaal van meisjes kwamen toen naar me toe. Hé, wat is die snap van die jongen uit dat zwembad? Ja, met dat, hoe heet het, met die Mario, met Mario Luigi pak aan. Die, hoe heet het? Nee, maar in ieder geval, daardoor krijg je ook weer altijd goede energie om dan weer lekker door te gaan en zo. Zeker, maar ik ga heel eerlijk zeggen, man, independent werken is fijn. Ja. Ik had een producer, veel dingen voorgevallen. Dus toen uiteindelijk hebben we elkaar niet meer gesproken. Nu ben ik zelf gegaan. Moet je wel gaan proberen, maar is beter. Ja, ja. Maar kijk, wij zijn ook zeker dankbaar, geblest dat heel veel producers ook voor ons beats willen maken en zo. Zeker ook allemaal oude vrienden van mijn vader, waar we eigenlijk zelf hadden nooit gedaan zo van dat we naar hun toe stapten van willen beats of zo. Wel een hele goede vriend van ons, die van mijn vader ook een hele goede vriend van mij.
Tim Sound Painter, waar we gewoon heel veel contact mee hadden. Maar bijvoorbeeld ook een oudere vriend van mijn vader. Hij woont in Den Haag, Mr. Sweet. Daar hadden we nooit, wij gingen nooit naar hem toe om te vragen van, heb je graag een beat voor me klaar? Maar die had dus had een ander nummer van mij gezien en die wou toen heel graag met mij samenwerken. En dat was eigenlijk ook wel een heel mooi, eigenlijk vond ik dat gewoon een heel mooi compliment. Dus ik was heel dankbaar voor dat, omdat hij is best wel groot in de hip-hop wereld. En hij heeft laatst een album gemaakt met allemaal rappers uit Queensbridge, uit New York en zo. Van echt, hoe heet het, Big Noid en zo. En laatst had ik ook een interview met hem. Toen was ik daar bij de release party zo. En dat was ook echt wel gewoon hip-hop helden die ik toen had gezien en zo. En dus je moet gewoon beseffen dat die producer dan ook met jou heeft ook met jou een nummer heeft gemaakt. Maar heb jij één producer waar je mee wil werken? Gewoon graag nog ooit. Nog een producer? Ja, ja. Het is niet zozeer dat ik nu iemand heb waar ik graag mee wil werken. Of natuurlijk wil ik graag met verschillende producers, maar het is niet iemand die ik denk van daar wil ik graag mee werken. Bijvoorbeeld, ik wil natuurlijk nog heel graag nummers met producers die ik al heb. Bijvoorbeeld ook nog graag nog heel veel mooie nummers mee uitbrengen. Maar het is niet een producer waar ik nog niet iets mee heb gemaakt. Waar ik denk van, want heb jij dat dan wel? Ja, ik heb dat zeker. Ja. Zeg je heel eerlijk, ik hoop dat deze gaat lukken, maar ik weet niet of je Benjer kent. Ik ken hem niet. Benjer, hele goede producer. Sowieso, shout-out naar hem, hij is echt goed. Hij maakt dan nummers voor EZG en zo, dat luister ik dan graag. En dan hoor ik die beat, weet je wat, toen zag ik hem zo op Insta, dacht ik, weet je, ik ga mijn account gewoon pakken. Ik heb gedm'd, hij heeft het wel gelezen, niet op gereageerd helaas. Ik ga hem gewoon nog een DM sturen. En als dat lukt, jongen, dan ben ik zo blij. Mooi. Oh, echt, die moet het gaan checken, man. Ja, ik heb wel rappers waar ik graag een samenwerking mee wil doen. Ja? Bijvoorbeeld, ik was dus toen in, ik had het net over die Queensbridge rappers. En een van die rappers was Piff Jones. En dat vind ik echt een hele dope rapper. En ik zei toen ook meteen, ik had toen een interview met hem gedaan. Toen zei ik van, ja, eigenlijk moet ik ook even samen een collab doen. En toen knikte hij van ja, zo. En het zou best wel een mooie droom zijn als ze dat met hem gaat doen. Het zou wel hard zijn, toch? En natuurlijk zeker met Jesse, wij zijn nu van plan. Dat gaat natuurlijk ook echt iets heel moois worden. Want hij gaat sowieso mooi worden. Die ene beat die je had gestuurd, was die van je oom? Ja. Ja, die vond ik wel echt hard. Oom. Ik werd helemaal verliefd op die beat, man. En, maar dan gaan we gewoon Weesp op de kaart zetten. Sowieso. Dat wordt gewoon iets heel moois. Het moet. Ja. Weesp moet ook kansen krijgen. Zeker. Want hoe heet het? Ook gewoon hoger wij dan opgegroeid, toch? Ik woon er niet zo heel erg lang, hoor. Ik kom in Amsterdam. Waar woon je in Amsterdam? 06, Holendrecht. 06. Holendrecht. Daar heb ik heel even, ja, mijn oma woonde daar. Ik heb daar heel even gezeten. Ik woonde zelf altijd in Soest. Ik weet niet of je dat kent. Bij Hilversum daar ook. Soest. En toen ben ik naar Wees gekomen, ja, toen ben ik gewoon hoger opgegroeid. Ja. Daarna ben ik ook hoger wijzen. Hij woonde bij mij onder in de flat. Dat is wel hard. Dus, want eigenlijk, ik had altijd gezegd tegen Alana, eigenlijk moeten we één keer zo'n TikTok maken. Je hebt soms zo van, dat ze dan doen zo van, dat je dan ziet zo van, wij zijn vrienden geworden omdat we op school zaten. Wij zijn vrienden omdat we familie worden. Wij zijn vrienden omdat we onder elkaar woonden, snap je? Dus, ja, niet hard hoor. Ja, en, maar het is gewoon mooi zo, Hoge, wij represent en Weesp natuurlijk. En een hele mooie stad. Ja, gewoon ouder dan Amsterdam, hè. Dus dat is ook wel een mooi. En we zijn nu in het centrum Amsterdam. Super mooi, zo bij de Weir Gallery. Ik zei net al, we gaan zeker nog even een rondje maken. En dan gaan we gewoon toffe dingen doen. Ik had het net nog over die ene, die TikTok die we moeten maken. En dan, als we dan toch bij TikTok zijn, hè. Wat zijn de trends die jullie op dit moment best wel hard vinden? Gewoon. Een vriend van mij, hij heeft zijn eigen trend gemaakt. Hij is ook rapper. Hij Perken. Hij heeft dan zo'n trend, dan is die tekst uit zijn nummer, weet je wel, dan heb je een soort glow-up trend, weet je wel, een babyfoto en dan ineens boom nu, weet je wel. Oh ja. Zoiets. Hij heeft had hij die gemaakt? Trend. Nee, hij heeft hem niet, maar hij heeft het met zijn eigen nummer gemaakt. Oh ja. Maar die vind ik wel hard. Wat hebben we nog meer? Ik zit niet meer zoveel op TikTok, man. Maar je had wel volgens mij één zo'n video, die was al best wel veel bekeken, toch? Die je toen ook vast had gemaakt. Ja, ik heb één TikTok gemaakt, inderdaad. Maar dat was toen een trend, dat is nu wel weg. Dat is gewoon een video van, ja, weet je, niks doet pijn. Totdat mama zegt, je verandert toch? Ja. En ik zag dat gewoon, ik dacht, laat me het ook maken, ik wil ook viral gaan. En toen heb ik het gemaakt, nu heb ik volgens mij 40.000 views of zo. Dat was wel mooi. Dat was toen hard, maar nu weet ik het eigenlijk niet meer. Heb jij dan een harde trend die je nu al had? Nou, ik zit nu voetbaldingen.
heel veel voetbaldingen. Ik kom niet meer echt die andere dingen tegen. Ik heb niet speciaal een trend. Jij bent natuurlijk voor Ronaldo of zo. En eigenlijk ik moet stiekem zeggen, ik weet niet of jij dat vindt of al die andere mensen ook vinden. Eigenlijk die Messi, Ronaldo versus elkaar eigenlijk, dat is toch eigenlijk ook gewoon een beetje een trend. Ja, ik heb vaak discussies. Dat is al heel lang gaande. Dat is gewoon een wereldwijde discussie. Dus dat kunnen we niet eens meer een trend noemen, man. Laatst was wel toch die dat ene dansje met die slipback of zo, met die, hoe heet het, die voeten. Ja, ja. Wat vonden jullie daar dan? Ja, ja, vind ik wel leuk. Ik vond het helemaal gek. Ik dacht, Op school ging iedereen dat toen nadoen, dus dat was wel grappig. En één misschien een vraag, wat gewoon een beetje een moeilijke vraag. Denken jullie dat TikTok zelf nog heel lang gaat bestaan of uiteindelijk komt er weer een andere app? TikTok heeft iets wat andere apps niet hebben. Het is zo verslavend als wat, ja. Dat moet ik wel echt zeggen. Ik denk dat TikTok wel lang blijft, puur omdat het zo verslavend is. Ja, en denk je ook dat nu dat TikTok het ding is, stel als je daar groot bent, dan ben je groot, of dat maakt niet uit dat je gewoon... Dat ligt eraan, kijk, je hebt die Jordi D'Amelio, die is natuurlijk heel groot en die heeft hoeveel biljoen of zo, of 100 miljoen. Dat is natuurlijk echt veel, kijk, dan ben je echt bekend, dan noem ik je ook wel echt bekend. Maar het is natuurlijk anders dan YouTube. Voor de rest, Ik weet niet, ik heb die app gewoon en mijn muziek komt erop, ja, nee. Voor de rest... Hoe heet het? YouTube? YouTube kijk ik wel gewoon, stel je naar andere, soms, hoe heet het, als ik aan het schrijven ben soms. Soms schrijf ik natuurlijk gewoon op mijn telefoon, maar soms heb ik ook dat ik gewoon even echt gewoon klaar voor zit om goed, dat ik aan de laptop zit en dan open ik meestal ook YouTube om gewoon inspiratie op te doen. En Dan kijk ik wel naar veel andere pokus en zo. Dit is ook zo'n rapper uit, volgens mij uit Londen. Dat is een Nepalese rapster. En zij heet rapstar Sandy. En die vind ik wel echt heel hard. En zeker natuurlijk ook omdat ze Nepalese is. Ze maakt het nog mooier en specialer. Dus ik had het net nog over collabs en zo met wie het zou doen. Ik zou graag ook met haar wel een pokoe willen maken. Maar ik ga eerlijk zeggen, vrouwen gaan dik tegenwoordig. Ze zijn gewoon ook echt heel hard. Omdat ze dan ook, meestal, ze hebben ook echt goede boodschappen meestal om te vertellen en zo. En dat maakt het dan ook wel echt heel hard en zo. Wat ik altijd heel creatief vind bij nummers. En dan heb ik het ook over bijvoorbeeld over Doevo en zo. Dat het gewoon grappig is of zo. Dat ze maken gewoon iets grappigs van. Ja. Ik weet niet of je die ene, ben even kwijt van wie het is. Hoe heet het? Volgens mij ook weer jongens uit Londen of zo. Die had zo'n nummer, Pac-Man of zo. Dat was volgens mij een tijdje geleden. Maar in ieder geval, dat vond ik ook weer, dan maakt ze gewoon iets heel grappigs vast. Dat steekt ook mooi bovenuit en zo. Dat is altijd wel. Zeker. Tof. Ken je ook die Zeddy Will? Ja, had laatst een freestyle, ik ben even kwijt bij hoe dat was. Van die cha-cha, die, hoe heet het, die dans. Ja, dat ken ik wel. Yeah. Ja. Maar in ieder geval, dat vind ik ook weer creatieve gast. Dat ik denk van, daar heb ik ook nog ook veel van te leren en zo. Dus ik kijk naar veel dingen op en dan maken we gewoon lekker door. Gaan we gewoon muziek maken en zo. Je hebt nog ook dingen voor de planning staan, wat gaat allemaal Zeker. Komen? Ik heb verschillende dingen klaarstaan. Binnenkort, na ons nummer, wil ik ook een solo nummer droppen. Hij is special. Ik kan een stukje voor jullie doen. Natuurlijk, man. Het is wel anders. Het is hip-hop en het is een beetje zang. En normaal zing ik niet. Dus het is wel echt anders. Dat is juist, dat kan juist die toffe combinatie geven, toch? Maar het is ook, ik heb het geschreven toen ik nog wel emotioneel was. Ik ben nog jong natuurlijk, maar ik was toen een meisje. En ik vond het meisje echt heel leuk. Het ging echt goed. En toen ineens zegt ze, nee, het werkt niet. En toen was ik heel verdrietig geworden. Toen ben ik ook best wel boos, heb ik dit geschreven. En toen heb ik het uiteindelijk gelaten. Heb ik het aan de kant gelaten, want ik heb dit een paar maanden geleden al geschreven. Ik heb het aan de kant gelaten en toen zag ik in december zag ik het. Toen dacht ik, wauw, dit moet ik afmaken. En toen is dit eruit gekomen. Zo'n stukje voor jullie doen. Toen ik je ontmoette, ik dacht je was special. Was iets aan jou en I couldn't forget you. Totdat ik spijt kreeg dat ik feelings catch you. Totdat je deed wat je deed en het was zeker geen pretje. Want het was leuk, zo lang, het duurde lang. Hard gebroken, dronken nacht. Smoke het weg, mijn feelings nam. Nieuwe chick, ik denk niet meer aan de tijd die we hadden en het ging best goed. Loyale bitches, ze playden het cool. Nachten aan teksten en het voelde goed. Totdat ze opfokte nachten in de stuur. Het is gewoon een stukje van een special dan. Hij komt zeker. Hij komt na ons nummer. Komt hij zeker online. Ik kijk er nu naar uit, man. Het gaat iets heel tofs worden. Sowieso, man. Tof. Jullie moeten hem ook zeker in de gaten houden. Jesse. YMM op Spotify. Dit jaar gaan we veel zien. Maar...
ik was natuurlijk, had ik een EP Vandaag of Morgen. Nummers staan allemaal op Spotify. Maar er waren nog 2 videoclips die nog niet uit waren gekomen. En 1 daarvan is Hagelslag. En die krijgen jullie vandaag te zien. Ja, Alana komt er ook in voor. Hij zit al helemaal te glimlachen. Maar in ieder geval, jullie krijgen hem vandaag te zien. Hij staat nu gewoon online. Dus ga die gewoon checken. En de laatste videoclip van de EP, die heb ik hier geschoten in What's Happening Here Gallery. En shout-out naar hun natuurlijk nog dat dat mocht. Ga die clip gewoon checken, want hij staat nu online. Uteri heet die. En die heb ik samen gemaakt met mijn vader. Gewoon als je deze video helemaal uit hebt gekeken, duurt nog een paar seconden. Ga die gewoon checken, want dat is echt de moeite waard. En dan was dit ongeveer een beetje de einde van deze podcast. En in ieder geval, Jesse, bedankt dat je er was. Thanks for having me. Misschien nog voor de volgende keer. Alana natuurlijk ook heel erg bedankt. Lamp is zelfs uitgevallen, maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, dit was het einde. Wij gaan nog even hier rondkijken. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.